Ik ben Jos Winkels, verpleegkundig specialist vaatchirurgie. En ik ben Ernst van Grinnes, ik ben vaatchirurg en ik behandel de spataderen. Wondjes die genezen vaak wat moeilijk, omdat er een hele hoop druk op staat. Dus dat is vaak ook de reden om toch wel na te laten kijken of ze behandeld zouden moeten worden. Niet alle spataderen hoeven behandeld te worden. Ik heb hier een plaatje en dan ziet u iemand met flinke spataderen. Maar zo iemand hoeft helemaal geen klachten te hebben. Als je hier geen klachten meer hebt en we zien op de echo dat de kleppen best redelijk zijn, dat je eigenlijk niet hoeft te behandelen, dan kun je overwegen om een cosmetische behandeling te doen. Je kan ongeveer verwachten dat je ongeveer 1 à 2 weken wel wat last hebt van het been. Mag je wel gewoon in beweging blijven, gewoon normaal rondlopen, gewoon op de fiets stappen, allemaal geen probleem. En na een week, 1, 2 weken, dan zakken die pijnklachten voornamelijk behoorlijk weg. Nou, ik wens je allemaal een fijne avond en tot ziens.